camping bent. Foutje gebeurd. Kampeerplek. En nu gaan we weer verder. Ons ergens ziet. Gitaartje. Ik op de wc. Ondertussen even ondertuintjes. Dus... Wie zijn er als eerste? Oh, nou, dat is een naam. Oh, zo. Ja! Lamp! Lamp! Kamperen. Een hele goede morgen is het voor jullie. Maar voor ons is het nog avond. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En wij zijn aan het kamperen in onze eigen thuis, zoals jullie horen. En ik dacht, misschien is het toch wel leuk om even de vlog al ietsjes eerder te openen dan de volgende dag. Aangezien we nu net in bed liggen. Kijk, hier ligt Lucie. Hier ligt Luxie. En daar zitten Luan en Lucilla. En Woesel en Pip ook. Kijk, Woesel die ligt hier. Pip die ligt daar. Lucilla en Luan die zijn daar een spelletje aan het doen. En we hebben, toen we dus vlog hadden afgesloten, toen zijn we nog, ben ik deze video gaan editen. En zijn we daarna nog lekker met z'n allen in het jacuzzi geweest. En in de sauna geweest. En Daniel die zit nog steeds in de sauna. Dus die deed nog een extra rondje. Met de kinderen zit je natuurlijk niet lang in de sauna. Toen hebben we daar ook gedoucht. Bij het zwembad. En toen hebben we daar de tandjes gepoetst. Alsof je op een echte camping bent. En toen zijn we hierheen gegaan. En dan liggen we hier. Luxie die wilde bij mama liggen. Ik weet niet of papa hier echt bij gaat slapen. Want ik denk dat het vrij krap wordt met hem erbij. En hij houdt er niet zo heel erg van. Dus ik denk dat hij of gewoon in bed slaapt. Of hij heeft hier zijn camperbusje neergezet. Dat hij daar binnenin slaapt. Dus de twee kleinste die liggen nou hier bij mij. En Lucilla en Luxie. Of Lucilla en Luan. Die zitten daar. Gezellig jongens. Ik zie Pip niet. Waar is Pip? Oh ja, daar ligt Pip. Die ligt ook op de deken. Ja. Ze waren nog een spelletje aan het doen. Daarachter. En de zaklamp. Ja, moet je even kijken of ze een antwoordkaartje hebben. Het is zo'n spelletje van... dat je vragen moet beantwoorden. Alleen ze konden de antwoordkaartjes niet vinden. Maar die zitten er best wel bij denk ik hoor. Moet je even goed kijken, Lu. Misschien aan de achterkant van het stapeltje. Je moet ook wel antwoord hebben. Nou, Lucius is inmiddels alweer wakker. Die sliep toen straks. Dan is hij weer wakker geworden. Hij kijkt nou naar Lucilla. Lucilla heeft een zaklampje. Het wordt al wat schemerig, zoals jullie zien. Lucius moet er helemaal om lachen. Hey, maar dat is ook de eerste keer dat jullie in de tent liggen, hè? Ja, Luan niet. We hebben nog wel mee gekampeerd voordat we de caravan hadden. Maar we hebben nog nooit echt in een tent geslapen. Tenminste, met de kinderen dan. Hè? Dat is dan wel gezellig. We hebben wel extra dekens, want het wordt waarschijnlijk wel wat koud. Dus hij heeft ook een dubbele pyjama aan. Een lekkere trappelzak. Luxie ook. Lekker tegen mama aan liggen, hè? Mam. Nou, ja. En je kan het nooit liggen. Oh. Nou jongens, jullie gaan ons morgenochtend weer zien. Maar ik dacht misschien even leuk om toch een klein beetje een shot in de tent te hebben van voordat we gingen slapen. En hopelijk worden we morgen fris en fruitig weer wakker hier bij ons in de tent. Nou zeg maar, slaap lekker jongens. Slaap lekker. Ja, papa ook even kijken, maar het is heel kleurtjes hier hè. Mama met Lucie en Lixie. Heel kleurtjes. En daar liggen nu al een stil heen nu. Leuke tenten, jongens. Oh, en Pip ook. Ja, en wie ligt hier? Oh, je voetje. Dit is Woesel. Heerlijk. Nou, papa die gaat hier in het camperbusje wel naast liggen. Ik heb mijn eigen camperbusje. Ja, dat is wel heel... Ik vind het wel bij, maar... Het is heel krapjes. Ben je te krap? Of kan ik tussen jullie in liggen? Lekker slapen. Nou, kinderen. We zeggen we slaap lekker. En tot... Morgen. Slaap ze. Goed lekker. Oh, die vogeltjes. Kamperen. Jongens. Zien jullie mij? Nee, ja. Wacht even. Ik doe even mijn lampje aan. Ja. Jullie zien mij, ja. Het is kort voor 11 s'avonds. En de kinderen die slapen. En ik kan zelf niet slapen. Want Luan, die heeft zo'n lampje buiten. Knippert de hele tijd. Kijk. En van dat geknipper kan ik dus niet slapen.
het kan doen. Het is trouwens best wel een beetje fris. Ik heb de korte mouwen, de kinderen hebben wel lange mouwen. Lucius, of Lucilla, Lucie staat hier. Of zo, Luxie en Lucie staat hier. Kijk, en daar liggen Luan en Lucilla. En we hebben hier de muggen dingetje aan staan. Voor de muggen. Twee uur in de nacht. Ik kan niet meer slapen. Omdat ik het zo ontzettend koud had. Dus ik ga de kinderen naar binnen doen. Ik ga iedereen naar binnen brengen. Daniel is wel binnen gaan slapen omdat hij er niet meer bij paste. En toen was het weer licht buiten. Kijk, de zon schijnt weer. En wij zijn dus uiteindelijk... ik ben dus met de kinderen uiteindelijk hier in bed beland. En Luan en Lucilla die zijn alweer wakker. Die zijn alweer voor de tv. Maar ik moest echt even uitslapen. En Lucilla, of Luxie en Lucius die sliepen ook nog met papa. Maar het was koud op een gegeven moment. Eerst kon ik niet slapen. Omdat je die knipperlicht die was buiten aan. Dus ik kon niet geslapen door dat geknipper. Dus ik moest weer uit
de dekens de kou in om die lamp uit te doen. Dus dat was het eerste euvel, waardoor ik niet kon slapen. En daarna werd ik om 2 uur wakker gewoon van de kou. En gelukkig waren Lucius, die lag heel erg in die trappelzak. Bij mij, in mijn armen. En Luxie ook. Die lag echt in elkaar gerold. Maar ik kreeg mezelf bijna niet warm. Hé, jongen. Dus ik had het echt koud. Ook dat matras, het luchtbed. Voelde je gewoon dat de lucht in het luchtbed was gewoon koud geworden. Dus ik had gewoon een heel koud luchtbed waar ik op lag. En daardoor werd ik zelf ook niet goed warm. En kon ik dus gewoon niet meer slapen. Dus ik denk, ja, ik ga even kijken bij Luan en Lucilla hoe die liggen. Of die wel lekker warm liggen. Woes en Pip lagen ook bij hun. Dus dat scheelde ook wel. Maar Lucilla lag helemaal in elkaar gerold. En ze had helemaal kippenvel. Ze sliepen wel. Dus ik denk, ja, nee, dit is gewoon klaar. Ik ga dit niet dit langer doordoen. Nou, weet je dat dat komt? Dus toen ben ik naar binnen gegaan. Ja, door de vorst. Vorst in de grond. Dus toen ben ik naar binnen gegaan. Heb ik eerst Lucius bij Daniel gebracht. Toen weer teruggelopen naar de tent. Toen heb ik Luxie eruit gehaald. Toen heb ik Luxie bij Lucilla en Lucius gelegd. En toen heb ik Lucilla uit de tent getild en hier in bed gelegd. En Luan, die heb ik als laatste gedaan. Ja, die heeft uiteindelijk zelf het laatste stukje nog gelopen. Dus die werd wel wakker toen ik hem eruit haalde. Hij zei, mama, wat ga je doen? Mam, wat doe je nou? Mam. Dat is grappig. Jongen, ik ga naar binnen toe. Waarom? En hij had volgens mij zoiets van, waarom ga je me nou naar binnen halen? Maar ik denk, nee, dit gaat echt te ver. Als ze morgenochtend wakker worden, dan liggen ze helemaal verkleumd in die tent. Daar wordt niemand vrolijk van. Dus dat was even de reden waarom ik ze toch iedereen naar binnen heb gedaan. Lucilla wist nergens wat van. Die werd vanochtend wakker en die zei, huh? Mam, we lagen toch in de tent? Dus die heeft helemaal niet in de gaten gehad dat ik haar van buiten naar binnen heb getild. Dat was echt een ijsblokje, hoor, Stella. Lucilla was een ijsblokje, ja. Tegen haar, was het ijsblokje. Ja, daarom. Dus dat was goed zo. Maar in ieder geval, we hebben wel een hele tijd ingeslapen. We hebben gisteravond nog lekker spelletjes gespeeld in de tent. En ja, dat was sowieso al gewoon heel erg leuk. Omdat er buiten gedoucht. Ik weet niet meer wat ik allemaal heb verteld gisteravond. Maar we zijn gisteren ook nog lekker in de jacuzzi geweest buiten met z'n allen. En de sauna en de kinderen hebben in de buitendouche lekker gedoucht. Het was namelijk nog best wel lekker weer. Het is vandaag ook weer lekker weer. Ja, dus het weer is... Oh, ik zie er echt brak uit, jongens. Hey, schat. Sorry hoor, ja. Ik ben heel lief van die campingmensen dat we hier gewoon... Ja, lief van die campingmensen ja. Dat we hier... Ja. Dat we hier mogen slapen. Boven de koude grond. Ja, boven de koude grond. Oh, maar ik ga eens even kijken waar Luan en Lucilla zijn. Want die waren eigenlijk al vrij vroeg normale ritme wakker. Ja, Luxie die slaapt nog even uit bij papa. Hè? Die slaapt nog even uit bij papa. Oh, nou, gaan wij eens even kijken waar jouw grote broer en grote zus zijn. Want die zijn alweer vroeg te hoort op. Ja. En toen gingen eruit. Ik zei, oh, mama, nog even doorslapen. Mama, die is echt brak. We kunnen wel de hele week spelen. Ja, de hele week naar slapen. Ja, hele week spelen is prima, maar zullen we slapen toch maar in ons eigen bed doen? Hey, Woes, kom jongen. Nee, het was wel heel erg leuk hoor. Maar ik heb het gevoel dat ik ben wezen stappen zoals vroeger. Zo brak voel ik me gewoon. Oh, de zon is heerlijk. Oh, lekker warm. Kijk dan, het zonnetje komt naar binnen. Nou, eens even kijken waar de kinderen zijn. Kijk, in de kinderclub? In de bolloclub? Nee, ze zijn niet hier. Hé, Pipje, zit je ook weer hier? Ach, Woezel Pip lag ook helemaal onder de dekens gerold gisteravond in die tent. Hier zijn ze. Hé, hey. Jij wist vanochtend niet waar je wakker werd, hè, zei je? Nee. Jij zei, hé, waar ben ik nou wakker geworden? Zaten jullie hier te gamen of wat doen? Nee, filmpje kijken. Oké. Hebben jullie wel een beetje lekker geslapen nog? Ja. Ja. Ja, jij zei gisteravond, of vannacht, van wat gaan we doen? Ja. Jij wou helemaal niet weer naar binnen. Het was ook helemaal niet koud. Nou, zei het niet koud, maar Lucilla was koud hoor. Jij was koud, schatje. Ik voelde, je lag helemaal ingerold, je had helemaal kippenvelletje. Maar ik wil naar binnen slapen. Oh, sorry liefie, maar mama vond het toch een beetje te frisjes worden. Voordat jullie nu helemaal verkleumd wakker waren geworden. Dan was je nou in de tent wakker geworden en dacht je, het is koud. En nu word je lekker warm. Lekker naast papa en mama in het grote bed. Nou ja, in ieder geval. We gaan gewoon door met kamperen. Nee, we gaan gewoon door met kamperen vandaag. Want het is weer super lekker weer. Dus we gaan straks gewoon weer lekker weer de camping op. Kunnen we misschien hier lekker binnen in het restaurant hier even lekker eten.
En dan gaan we straks gewoon lekker weer de camping op. Ja. We zouden toch daar eten met de yoghurtjes. Dat kan ook. Wil je daar lekker eten dan? Maar dat gaan we wel eerst even aankleden. Want het is, 's ochtends is het toch echt frisjes. Ja, dan gaan we eerst even lekker aankleden. Ja. Kom niet voor. Ja. Ik wil lesje. Oh, nou, even knuffelen. Hm? Papa? Ja. Papa? Je hebt een berichtje van je zoon. We hadden het erover gehad. We zitten nu lekker gezellig bij de werkkamer. Oh, maar zonde dat we daar niet meer gaan overleven. Dat jullie al zeiden, het is waar, zonde, om dan één dag te gebruiken en dan alles weer te slopen. Dus dit was het plan. Het leek ons nog wel leuk om daar te overnachten. Maar dan met papa. Ik denk dat papa ook wel van avontuur houdt, toch? En ja, mama, jij mag dan gewoon gerust met Luxie en Lucius in het eigen bed slapen. Maar Lucilla en ik leek het nog wel leuk om vanavond daar in de tent te slapen. Oké, dus dan mag ik vannacht in mijn uniform soldaten pakken. Vannacht mag jij met Luan en Lucilla nog lekker in de tent slapen. Gaan we proberen, of zo? Ja. Ja? Mama en de kleintjes hier gewoon, hè? Gaan we nu lekker aankleden? Ja, we gaan dan lekker aankleden. En Lucilla wil buiten ontbijten, bij de campingplek. Oh. Dan gaan we buiten ontbijten. Dan zoek ik jullie weer aan, ja. Nou, ondertussen zijn we een heel tijdje verder weer. Hebben we lekker ontbeten en al. Maar het is buiten niet zo lekker als dat het gisteren was. Nee. Dus we gaan even lekker erop uit. We hebben onze jassen aan, onze tassen aan. En we gaan even naar het dorp toe. Gewoon even lekker door het dorp lopen. Dus weet je? Dat. Ja, dus dat daar. En met die, een tasje moeten we even omgaan. Oh ja. Ja, Leon heeft... deze is niet goed. Zo'n tasje gekocht. Deze band. Volgens mij is er een fabrieks... foutje gebeurt. Waardoor ik deze lint niet... hoe moet ik het zeggen? Hij gaat niet recht. Hij zit niet recht. Recht, dus deze moet even omruilen. En het bonnetje moeten we ook mee. Ja, ik heb het bonnetje in de tas zitten. Nou, mooi. Dan kunnen we gaan. Ja, top. Daniel die is in de tuin bezig met het bladblazen en dat soort dingen. Dat is wat hij het liefste doet. Dus ik ga eventjes lekker met de kinderen erop uit. Ja? Maar ik... Ik help je wel even met je schoenen. Ik help je. Nou, wij nemen jullie mee op de andere camera. Deze is een beetje te groot met 4 kinderen. Deze camera mee. Dus wij gaan eventjes lekker het dorp in. Even lekker naar de winkeltjes. En Daniel die gaat verder in de tuin. Volgens mij gaat hij nu gras, maar ik zie hem nu niet. Hij reed net voorbij. Dus hij heeft de outfit ook al aan. Kinderwagen even mee. En let's go. Gaan met de banaan. Je zou het haast niet zeggen, jongens. Maar hier zijn wij gisteren aangekomen op onze last minute vakantie. Op onze kampeerplek hierachter. Hier hebben we vannacht tot middernacht, tot 2 uur 's nachts doorgebracht. Maar zoals je ziet is het weer echt gigantisch omgeslagen. Ja, ik heb het gras wel gemaaid, dus de mat even weggehaald net. Ja, maar, dat wel. Maar het is niet zo lekker als dat het gisteren was, nee, helaas. Nee, ze geven ook de komende 3 dagen alleen maar zwaar bewolkt aan. Oh, en donderdag zelfs regen. Oh nee. Dus kinderen, wat is wijsheid. Ja. Het droog opruimen voordat het regent. Oh, maar ze wouden nog 1 nachtje slapen. Met jou. Het is wel koud, hè? Nog kouder. Zullen we dan in het busje doen? Dat je echt in de bus, de autobus gaat slapen. Ja. Dan moet je daar alles opbouwen. Dan kun je beter wel droog inruimen. We moeten eerst maar kijken of het echt gaat regenen. Moet je er een hoes omheen doen? Om de hele tent. Hebben we ergens een zwarte hoes of zo? Ah, het is zo sneu. We hebben hier gisteren zo lekker zitten kamperen. Ja, vandaag 12 graden. Het was gisteren 20 graden, jongens. Even om het verschil te zien. Dat is hupjes. Dat is nou fripjes. Frisjes. Nou ja, in ieder geval, ik ga even met de kindjes naar het dorp toe. Luan wil even dat tasje omruilen. Ja. Even wat dingetjes naar de supermarkt halen. En komen zo weer terug. Oeh, kijk uit zo. Ja, misschien dan straks maar samen even afruimen. Want we hebben het in ieder geval droog in de zakken zitten, jongens. Ja. Als het gaat regenen. Oh, het is wel balen, ja. We hadden echt gehoopt dat we de hele week hier konden kamperen. Maar ja, als het... We hebben opgebouwd voor niks. Jawel. Nou, we hebben gisteren toch wel heel veel erin gespeeld. Ja. Oh. Nou, geef 24 uur. Even een dompertje. Nee, wel. 'S ochtends tot de volgende... Oh ja, tot midden in de nacht. Maar goed, jongens. Het is niks aan te doen. We hebben hier gisteren wel lekkere broodjes gebakken. En lekkere gespeeld. In de tuin gespeeld. Dat wel. We hebben er zelfs geslapen, jongen. Dat kan je wel zeggen. We hebben er wel echt geslapen. Ja, ik heb jou in jouw slaap zijn we verhuisd naar het bed.
het warme, droge bed. Ja. Maar ja, neem de kinderwagen neem ik even mee. Ja, ik ga hem even laten vastmaken voor. Hoe liefjes ging ook. Dan zie ik jullie zo. Ja, tot straks. Tot nou, Silla rijdt de kinderwagen. Hey, gaan wij even lekker het dorp in. Hè, het is toch vakantie. Mama, ik ga uit de wagen. Oh ja. En wij zijn aangekomen in het dorp. Kinderen allemaal uitgeladen en wel. Luc zit hier op een plankje, lekker aan het zonnetje. Het is een lekker zonnetje nou. Kijk, nou een zonnetje. Luusje is hierbij. Maar weet je? En ja? Ik wil een zonnebril. Oh, hebben we nog een zonnebril in de auto? Nee. Jawel. Er moet toch nog wel ergens een zonnebril zijn. Hier lag laatst een zonnebril. Ja. Dat is leuk. Nee, ik heb geen zonnebril, Lux. Ach, wel inderdaad. Nee. Nee, even zonder zonnebril, schatje. Nou, deurtje weer dicht. Hoppatee. Nou, deurtje dicht. Oh, gezondheid. Gezondheid, zonnetje. En dan gaan we. Nee, jawel. Hè? Het gevonden? Ja, we moeten van die tandenborstel opzetstukjes hebben. Ja, ook nieuwe tandpasta voor jullie. Kijk, dus 4 voor 5 euro, die kan je wel nemen. Nee, kijk, hier heb je actie. Hier, 4 voor 5 euro. Dus deze kan je uit. Dit is jouw tandpasta. En die is van Luan. Zie je dat? En ook van Luxie. En ik moest die tandenborstel opzetstukjes. Hierboven. Even kijken. Ja, deze waren ook op. Even kijken. Hebben ze ook die zwarte? Deze hebben wij. Hm? Ja. Deze hebben wij. Lekker voor je rug. Oh, die kunnen we zien. Hm? Dat het gaatje hoort of niet. Welk gaatje? Hierboven. Nee, dat nee, wordt niet. Nee. Lusjes die heeft een tandenborstel van Lusjes in de hand. Nee, van mij! Oh, van jou, sorry. Van Luxie in de hand. Ja. Ik vind het mooi mee te spelen. En nu gaan we weer verder. Zo, nou jongens, wij zitten weer in de auto, maar ik moet even bijkomen van die harde wind. Het is opeens zo koud, het is een briesje. Maar goed, we zitten weer in de auto. Ik heb volgens mij niet heel veel gevlogd. Want ik liep op een gegeven moment geen liefjes huilen. En dan doe ik hem uit de kinderwagen. Want ik ga niet met een huilende baby door een winkel lopen. Daar voel ik mezelf heel opgelaten. Dat is voor die andere kinderen ook niet fijn. Ons oppaskindje is helemaal fan van jullie. Oh, wat leuk te horen. Hebben jullie tijd voor een fotootje? Ja, tuurlijk. Is dat goed? Ja, tuurlijk. Kom maar. Oh, je bent aan het vloggen. Ja, hij stond net aan. Oh, sorry. Ja, dat maakt niet uit. Kijk, ik kijk toch. Hey, hallo. Dat is cool. Leuk, je vindt het gewoon eng. Kijk, iemand is zo luxe. Kijk, het is luxe. Naar huis gaan. Elke ochtend, elke dag. Ze vond het zo leuk, je vindt het gewoon spannend. Hier, maar kijk, nu zie je ze. Kijk hoe cool. Op dit moment, hè, gewoon gisteren. Kom jij toch? Zeker niet snel en we eten te veel. Ja, leuk. Nou, heb je toch nog gezien? Cool, hè? Heel erg leuk. Nou, we gaan snel weer naar huis. Sorry dat ik jullie aanhield. Nee, helemaal geen probleem hoor. Het is hartstikke leuk om jullie te zien. Ja, ik neem ook je net. Nou, dat was heel schattig. Ik werd helemaal verlegen wat ze ons zag. Jongens, dit geldt eigenlijk voor jullie allemaal. Als je ons ergens ziet, of je ziet ons voorbij lopen, of je denkt, oh hé, hey, leuk, de Bellinga's. Kom gewoon gezellig naar ons toe als we ergens openbaar lopen. Vinden wij alleen maar gezellig en leuk. Liever dat, dan dat je stiekem achter ons aanloopt en stiekem foto's maakt. Dat voelt heel naar. Dus het is gewoon leuk als je ons ziet. Je denkt, hé, hey, leuk, Farah, Daniel, kinderen. Gezellig, wil ik jullie zien. Maak even een fotootje. En dan vinden we het altijd wel gezellige kids. Ja. Dat zijn we inmiddels wel gewend na al die jaren. Wij vinden het ook alleen maar leuk als wij jullie ontmoeten. Want wij zien jullie natuurlijk niet in het echt. En zo dan een keertje wel. Heel leuk, zat ik een filmpje gemaakt dat ze ons kerstliedje vanochtend stond te zingen. Terwijl het helemaal geen kerst meer is. Superleuk, maar ze werd helemaal verlegen. Maar goed, dat was even een leuke meet and greet. We gaan nu terug naar Daniel, want die zal wel weer wachten thuis. Die zit, volgens mij is hij al bijna klaar met de tuin, want we hebben ook de gasten nog doen. Dus we gaan snel weer op naar huis. Nou, en wij zijn ondertussen weer terug. En ja, jullie horen het al. Luan heeft hier een klein... gitaartje. Heel klein. Mooi gitaar. En ondertussen is Lucilla op de bank aan het stuntelen. Moet ik weer terug? Ja, dat weet ik ook niet. Mijn benen terugduwen. En Luxie is met dat leuke spelletje te spelen. Dan moet je er met het ringetje doorheen. Ja, en dan moet je dat eens proberen niet aan te raken. Moet je maar eens proberen of dat lukt. Ja, je kunt ook zelf je parcours bedenken, man. Ja, kijk. Oh, je kan hem zelf buigen. Maar dat is een grappig dingetje. Nou, gaat mama ondertussen maar weer eens beginnen met eten koken. Lucilla. Want dan willen Luan en Lucilla, willen jullie echt nog met papa slapen in de tent? Ja. Ja? Niet afbouwen? Nee. Nee? Lucilla.
Maar wij niet, hè? En hij heeft zo'n speelding. Ze had namelijk ook zo'n telefoontje. Ja, laat je iPhone maar eens zien. Daar zat dit speeldingetje bij. Kijk, zo'n iPhone'tje. Hallo, met wie spreek ik? Met papa. Hey papa, waar ben je papa? Wat, zit je op de wc? Oh, nou, succes dan, hè? Dag. Met zijn speeltelefoontje. En daarvan is dit dingetje. Hij vindt dit dingetje natuurlijk wel hartstikke interessant. Dat zijn mijn oordopjes. Maar ja, dat is toch een nepper, dus dat mag hij wel. En dat is niet fijn om je oor. Nee, dat is een nep dingetje. Hoppadee, wat is het kerel? Hij heeft trouwens een heel leuk broekje aan. Kijk, zo'n legerprint broekje. En Luan had gisteren toevallig in de vlog, ik weet niet of je dat hebt gezien, zo'n legerprint thuispak. Piana. Nee, dus een joggingpak aan. En hij heeft deze vandaag toevallig aan. Maar als je ze een keer samen aandoet, dan zijn jullie ook twinning. Oh ja, kijk, Luxie kan het ook. Heel mooi, Luxie. Nou, Luan pingel nog even verder. Ga mama even lekker eten kopen, goed? Dan zet ik jou bij dit leuke bord neer. Dit vindt hij ook heel erg leuk. Zo'n ontdekt bord. Kijk bij deze. Oh ja. Ja, die dan. Ja, die mag je ook hebben. Die mag je ook hebben. En deze is leuk, hè? Die en die. Ja, dan kan die ook alweer staan. Nou, dus we zijn even lekker aan het chillen binnen. Want op de camping is het een beetje koud. Ondertussen even lekker wat aan het koken. Lekker kipgrokantjes met wat worteltjes, paprika, tomaten. Lekkere olijfjes. En we hebben in de airfryer van die lekkere aardappelpatatjes in de airfryer liggen. En dan zit het er alweer bijna op voor vandaag. Ja, weet je, Luan en Lucilla willen echt heel graag nog in die tent slapen. En we hebben natuurlijk die tent helemaal opgebouwd met het idee dat we de hele dag, de hele week, in principe wel konden kamperen erin. Maar ja, we hadden wel een beetje naar het weer gekeken, maar we hadden niet in de gaten dat het zo frisjes zou worden. Dus dat is een beetje minder van het weer. Dus vanavond gaat Daniel een keer met Luan en Lucilla in de tent slapen. Want we vinden ze toch wel heel fijn om gewoon echt lekker dat campinggevoel te krijgen. En ik ga gewoon met de jongste twee lekker wel warm in bed liggen. Maar ze doen wel een extra dikke onesie aan. En extra dikke dekens nemen ze mee. Dat ze in ieder geval wel goed warm blijven. En dat ze niet s'nachts weer wakker worden van de kou. Tenminste, ik werd wakker van de kou en ik vond het te koud. Dus ik had de kinderen weer naar binnen gebracht. Maar ze willen gewoon heel graag in die tent slapen. En dat snap ik ook wel natuurlijk. Het is ook een superleuke tent, een bustent. En het idee dat we daar op vakantie gaan is natuurlijk ook wel super leuk. Maar ja, aan de andere kant toch maar weer fijn dat we bij huis zijn. Want dan kan je zomaar weer even lekker naar je eigen bed doen. Dus het voordeel dat je ze een last minute vakantie boekt naar je eigen tuin. Dan kun je ook gewoon weer zo lekker naar binnen gaan als het toch weer iets minder is. En anders dan zit je toch gewoon dat je nergens anders heen kan. En nu konden we het wel. We zijn trouwens straks even in de stad geweest. Of in het dorp geweest. Even lekker wat rondgelopen. En wat leuke dingetjes nog gekocht. Dat wat je net zag, zeg maar. Dan dat leuke gitaartje gedaan. En voor de rest hebben ze heerlijk in huis lekker rondgekeuveld en niet zo heel veel bijzonders gedaan eigenlijk. Een beetje wat je op een vakantiedag doet. En ondertussen gaan we zo even lekker eten en dan gaan we straks eens kijken hoe het gaat. Ik denk dat ze nog een klein beeldje maken als ze straks in de tent liggen. Tweede nacht kamperen in de tent, of ze dit keer wel helemaal volhouden. En morgen in ieder geval lekker warm wakker worden in alle dekens gerold. Maar goed, dat gaan jullie straks wel zien. Ga eerst even lekker eten. Luxie? Ja. Oh, had je weer nog een beeld? Ja. En Lucie ook, die zit hier al lekker met een paprikaatje te snoepen. Hé hey, jongen, je weer een lekker paprikaatje te pakken, kerel. Het is zo lekker. Hij heeft boventandjes en ondertandjes, dus daarmee kan hij heel goed paprika al eten. Oh, en er komt een Lucie voorbij geroken. Kijk, aan deze komt bij jou. Ja, die was voor Lucius, hè? Ja. En Lucius. Ja. Ga maar weer zitten daar op de stoelschrek. Ga je naast hem zitten. Dit is ook gezellig. Kun je samen even lekker de paprikaatjes eten. Nou, het eten hier is bijna klaar. Kunnen we zo lekker aan tafel. Oh, en dan komt Lucilla langs rennen. Oh, wat ben je doen? Rennen. Ja, dat zag ik. Kom je zo lekker eten? Ja. Even papa roepen en Luan? Ja. Kunnen we zo aan tafel. Dan gaat ze weer. Nou jongens, eet smakelijk. Even lekker eten. Wie zijn er als eerste aangekleed in de wansies? Papa en Lucilla. Kom, ga ik je even laten zien hoe de papa de tuinsproeier al aanzet. Als jullie meestal in bed liggen. Want ja, we gaan nu nog spelletjes spelen in de tent natuurlijk. Want ik zag dat het gras wel wat water moet drinken, want het was erg droog met bladblazen. Ik had allemaal stof in mijn huis. Nou, dan gaan we even de grasmaaien. Of de grasmaaien. Gaan we even de watermachine aanzetten, goed? Ja. Nou, Selek hebben we het even zo gedaan. We hebben natuurlijk al drie zones. Dit is zone 2, maar deze sproeien we vandaag maar niet, hè? Nee.
Want dan liggen wij straks te drijven in de tent, of niet? Ja. Dan moet je kijken welke ik wel heb aangezet. Zone 1 kunnen we wel sproeien. En de voortuin is zone 3. Ja. Want het grasje moet drinken, want zie je dat? Ja. Hoe droog het is. Ja, heel droog. Ja. Ja. Kijk. En nou hebben we deze zo net samen aangezet, zie je dat? Ja. Kijk, zone 1. Kan die even lekker wel drinken. Oh, moet je dat geluid horen? Hoor je dat hoe rustgevend? De trampoline is nu ook nat. Even sproeien hier bij de trampoline. Daar komt er ook nog eentje. Ja, dat is zone 2, maar dan wordt ook de tent nat. Dus deze sproei ik pas als we de tent weer hebben afgebroken. Goed? Nou, gaan wij even naar de tent toe. Want het is al later dan normaal dat je naar bed gaat. Ja. En vannacht komt papa bij je liggen in de tent, hè? Ja. Gezellig. Zeg maar, op naar de camping. Tent. Ja. Maak hem open. Woezel Pip slapen denk ik ook bij ons, toch Woezel Pip? Ja. Gezellig, kamperen in de achtertuin. Zo, nou Lucilla. Hoe is het in de tent? Een beetje rommelen. Oeh, wel opruimen dan voor de mama. Goed. Kijk, dit is voor de muggen. Oh ja, voor de muggen. En zijn de bedden nog hard? Ga er eens op zitten. Ja, dat is ja? Ach, gelukkig. Nou, jij gaat daar slapen met Luan, ja. En dan ik hier vannacht met Woezel Pip zeker. Nou, wij gaan vast even de boel opruimen. Ja. En dan lekker spelletjes spelen. Ja. Er is visite, visite. We gaan in onze tent weer genieten. Zo jongens. Ik zeg al, ik sproei vanavond alleen zone 1 en zone 3. Want als we zone 2 aanzetten, dan hebben we hier alles nat. Hij heeft ook zijn badjasje. Ja, leuk toch? Kom. Hij heeft een keer als cadeautje gekregen. En er staat... Ja, zijn naam. Je ziet, je hebt hem gegeven. Dankjewel. Mijn nou, met z'n allen in de tent, jongens. Spelletjes spelen. Ga er maar in. In het tentje. Een beetje rommelen. Ja, dat is niet erg. Ja, krokjes uit. Toppie. Ja, ik had de kleding al weggelegd. Anders had ik hier allemaal gele vlekken gekregen. Ja. Ik ben heel zuinig op mijn tapijt. Gisteren heb ik... Ja, dat heb ik allemaal uitgeklopt voor u opgerond. Dan heb ik hier alleen maar twee gele plekken, morgen, als we het gaan afbreken. Morgen gaan we het afbreken, kinderen. Ja. Dit is ons campertentje en daar staat het echte camperbestie. Maar de bedden zijn nog lekker warm, dus we zijn Pip, jullie houden de wacht, hè? Goed zo. Nou, ondertussen is Luan al wat aan het pingelen. En ik ga even alles... Lucilla gaat even alles opruimen. Nou, nog van gisteren. Ik breng jouw bedje weer terug van jouw echte bed, hè? Ja, en dat bedje mag weer... Lucius die blijft straks met mama lekker en warm in bed, hè? We gaan wel even gezellig kijken hier. Hey, jongen? Ja, dan moet je roepen, hè? Luan die wilt een pingeltje laten ja, horen. En Luxie ook, hè? Dat is mooi, hè? Oh, daar komt Pip ook op af. Dat is mooi, hè? Nog gewoon een kusje van Woezel. Kan je dit nog wel? Nog een kusje van Woezel. Kan je dit? Nee, die ken ik niet. Echt touw. Ja, nee, die ken ik niet. En na ik hem. Ja. Zo heel mooi. Mooi, Lu. Pip, hey, Pip. Oh, Pipje. Och, Pipje komt er ook meteen bij. Je zit, vind je dat zo gezellig, Pip? En Pip is ook zo gezellig. Hé, de tent. En Lusjes ook, hè? Fijn. Ja, ook gezellig. Ja. Geef lekker spelen in de tent. Dat is echt een fancy gevoel, hè? Oh. Oh, de verkeerde. Oh ja, ik ga kijken. Dat was de verkeerde. Weet je hoe dat trucje doet? Oh, woezel. Je zit eerst een touwtje op je touw en om je pink. Dan pak je je wijsvinger en dan doe je door het andere touwtje. En dan doe je precies hetzelfde bij de andere hand. En dan heb je dit. Ja. En dan vraag je iemand op je hand om het onder de onderste steken. Okay. Doe maar, lukt het. Ja. En dan laat je het allemaal los. En dan zit je... Wauw, dat is een mooi trucje. Ja. En ik heb nog eentje. Mm-hmm. Zo, ik ben er niet. Dusjes. Doe hand op. Zo. Eet je zo en eet je zo. Ja. Eet je zo en eet je zo. Ja. Pak je die daar. Ja. Dan heb je een dubbel. Dan doe je die op je twee vingers. Heb je dit. En als je dit aan deze trekt. Het zit weer eruit. Oh,
Ging het goed of niet? Ja. Mooi. Die ken ik ook niet. Mama? Ja. Ik ook. Ja. Mooi, liefie. Heel mooi. Die man met zijn gitaar. Nee, ik vind het ook zo gezellig in de tent. En mama. Mama, nu ga ik mijn voeten doorheen steken. Nou, laat zien. 1, 2. En goed. Hoppazee. Gezellig, jongens. Nu? Je gaat je voeten doorheen steken. Spannende, want als hij verkeerd is... Ja, dat is niet handig dan. Die kun je in het circus doen. Ja, dat kan je in het circus doen. Dat is mooi, liefie. Hoe zal je afdoen? Wat doen de broeren en zussen dan allemaal? Hé, maar nou missen we weer het beste paard van stal, hè? Ja. Waar is hij nou weer heen gegaan? Waar is hij nou weer heen gegaan, jongens? Misschien gaat hij ons laten schrikken. We doen het niet op de ouderwetse manier. Maar gewoon bijen. Deze tijd. Oh. Heel handig. Papa even bellen. Gewoon even een telefoon. Bijen. Zo handig is dat. Even bellen, hè? Nee. Even papa bellen. Ja, goed zo, Sil. Deze kan je het ziekenhuis doen. Nou, zullen we video bellen? Nou, jongens, je hebt het gewoon helemaal niet meer nodig als hij terugkomt. Hij komt alweer. We hebben hem dan. Buiten. Ja, daar hebben we hem hoor. Het paard van stal. Beste paard van stal. Waar was je nou? Op jullie, hè? Superman pak. Nou, ik moest ook jullie witte wasmachine aan doen. Want die ga ik straks nemen op waar jullie slapen natuurlijk. En ik moest zonne 1 even sproeien. Die heb ik nu aangezet. Nog pipje. Gezellig. Kan je deze, een tentje vol, jongens. Kan je deze? Een tentje vol. Ach, Moezel, jongen. Wat heb je te bekennen? Moezel heeft gisteren iets gegeten van de broodjespak. Oh ja? Dat was vandaag was niet zo lekker. Hij was niet zo lekker vandaag. Van de brooddeeg volgens mij, hoor. Nou, kan jij deze? Doe ze weer dat weg. Nee. En overnieuw. Mama, kan ik jij deze? Ja? Nee, je kop is groot al. Ja. Ja, ja en doen ze nog een keer? Vroeger ook heel veel met dat ding gespeeld. Die touwtjes ding. Ik kende alleen maar de kop is groot al trouwens. Tegelijk. De Eiffeltoren is ook nog leuk. Ja. Wie kan de Eiffeltoren? Laat even weten in de reacties. Met dat touwding. Maak je er een foto van? Ja. Tada! En kan je de kast? Oh ja, de kast. De kast. Is dat wel echt een ding? Of is het gewoon een toevallige kast? Dat is wel een beetje zachtje. Ik bedoel het gedaan. Jij komt erop. Het is toch lekker? Je zakt ze lekker in. Oh. Ik vind het wel lekker. Ga papa doen. Kom hier. Hoi, je gaat wel op de weg slapen hoor. Oh, nou. Mug, kijk. Een mug? Oh, had je hem? Moet je eigenlijk dat ding wel dichtlaten? We hebben ook zo'n muggenlampje, hè? Die ligt ook ergens. Ja, maar mama, ja. Kan je het? Waarom hier. Hier. Ja, maar dan kun je het beste toch doen als het donker is. Want dat is een lampje. Doe maar uit, hè. Want dan trek je mug. Dat doe je pas als het donker is. Als het donker is, doen we een lampje. Doe maar uit, niet lampje. Oh, lusjes. Gaan we doen. Dat is een snoepduik, jongen. Doe het lampje maar uit, vriend. Oh, even het lampje uitlozen. Dat trekt muggen. Ja, doe de lampjes maar uit, want dan komen er nog. Oké, zou je een spelletje gaan doen? Ja, dit is niet dicht. Nee, dat doe ik zo nu, want ik omdat ik hier nu gespannen zit, kan ik nu. Papa zit heel gespannen hier. Nee, die tent. Met mijn, welke steun is dat? Zou we een rubik ik heb een spelletje. Ik zie wat Luusjes niet zien. Nee. En de kleurtjes. Papa's hebben spelletjes meegenomen. Oh, oké, wat ik ga doen, hè? En welke Luusjes? Rubik? Die met die bel, lijkt me deze? Leuk. Oh, met, ja, die met die bel. Oké, moeten we... Ja, gaan we daar op het bed zitten. Oké. Luxie, spring ook maar op het bed. Oh ja. En dat is het kinderbed. Ja, kom maar. Spelletjesbed. Papa, kom hier. Wat ga je doen? Oh, je springt letterlijk op het bed. Ze springt letterlijk op het bed. Ik zeg, Luxie, spring maar op het bed. Ze springt letterlijk. Hé, hey, Lux, het is een spreekwoord. Oh, je bent ook weer lekker pippeke. Papa, kom hier zitten. Ze weet nog niet wat een spreekwoord is. Papa, kom hier even zitten. Papa is groen. Papa, spring maar niet op het bed. Papa, jij bent groen. Doe dat maar niet, papa. Ik word altijd een beetje claustrofobisch met zo weinig 400 meter. Papa, jij bent groen. Ah, is anders gewend natuurlijk. Papa, ik kan me beter verpakken dan ik heb het stikken. Jij bent groen. Hij houdt hier helemaal niet van. Maar hij doet het wel. Jij bent groen.
Ik ben hotelkamers en hotelsuites. Nee, niet zo verwend doen. Ik was een verwend doen. Dit is hartstikke gezellig. Dit is hartstikke gezellig. Hotelkamer. Gewoon in het tentje in de tuin. Dat is toch hartstikke gezellig. Die kinderen hebben toch niks meer nodig. Oh, wat zijn dobbelen. Nou, dan gaan we dan. Word je een beetje... Nee, je moet niet dobbelen. Je weet ineens wat we moeten doen. Je moet een woord maken. Oké, ik ga het even uitleggen. Ik heb... Gezellig, jongens. Met de family in de tent. Ik las vandaag, verlaat uw comfortzone. Bij deze. Nee, pap. Hij verlaat zijn comfortzone. Papa, je hebt de kaart. Ja. En daar staat een kaart op. En wie het snelste met deze blokjes kaart heeft gespeld, die moet op de bel drukken en die wint. En die mag dan een kaart hebben. K-A-A. Nee, nog niet. Oh. Nee. En nu pas. Nee, oh. Nee, dat mag niet. Eerst moet je het doen, pap. Je moet hem eerst neerleggen en dan pas bellen. Nee, eerst moet je neerleggen. Je moet het niet spellen. Je moet het papa snapt er ook niks van. Hij is heel ouderwets, jongens. Ja. Hij komt uit 1980. Heel ouderwets. Die honderd jaren 80. Kaart! Ik heb kaart! Ja, en nu heb ik kaart. Ik heb je blijft gewonnen. Ik kan helemaal niet. Jawel. Dan moet je een andere doen. Je spellen van. Zo moeder, zo kinderen. Hebben jullie de verkeerde dobbelstenen expres een papa te Bijna, jongen. Nou, hij maakt zoeken. Ja, je moet het woord leggen met de dobbelstenen. Bel. Wat je ziet op het plaatje. En wie het eerste het woord heeft gelegd, moet op de bel drukken. Dat is een beetje het idee. Onze achternaam is Bellingen. Bellingen. Bel. Ik heb helemaal geen B. Ja, maar het is ook weer zo'n... Ja, je kunt ook iets anders doen. Je kunt ook tring doen. Of het als maar een beetje op het plaatje lijkt. Ja, ik doe tring. Maar dat is langer. Bel. Nee hoor. Ja, tring met NG. Mama. Ja, Lucilla. Ik had Beijing. Papa was vroeger al in Beijing. Ja, het kaartje is erbij. Goed, Lucilla. Weer een punt voor Lucilla. Hey, weet je wat raar is? Ze zeggen niet alleen maar Beijing, maar ze noemen het ook Peking. Nu deze. Peking eet. Ik weet ook even niet waar dit over gaat, maar... Beijing had dat is een stad in China. Ja, oh, dat weet ik. China. Maar ik bedoel, het ging over een bel. Ja, maar ik spelde Beijing, stond er mee. Ja. Oké. Luan is weer een pin. Ja, en de honden die zitten hier te kijken van wat voor gekke familie horen wij bij. Kom jij niet vandaag eigenlijk, jongens? Hebben jullie gescoord vanmiddag? Hebben vanmiddag gescoord? Ja, ze hebben bij de top 1 toys gekocht. Hebben we geshopt vandaag? Die spaargeld, jongen. Top, man. Nee, die heeft hij van mama gekregen. Die heeft hij van mama gekregen voor de vakantie. Oh. Nou, beginnen we al? Ja, je moet wel bijblijven, jongen. Niet afgeleid worden door... Ja, jij bij mij ook. Oké. Papa gaat Luxie halen. Kaas. Luxie zeggen. Kaas voor de? Nee, boter. Dit is boter. Kaas voor de baas. Kaas voor de baas. Ah, het zal ik zeggen. Oké, boter. Boter, Luxie. Gaan we boter spelen. Oh, komt ie. Twee. Zijn er al, Luxie? Eén. Nee. Papa. Jij heeft het over Luxie. Ja, ik doe samen Luxie. Okay. Wat maakt dat aan? Lamp. Luxie? L. Laten we zeggen A. A van Amerika. Ja. Lam. Oh, goed, Lucilla. Sorry, ja, Lucilla is heel goed in dit soort spelletjes, hè? Die is echt slimme meid, hoor. Ik ben niet op sneltijd. Onderschat Lucilla niet. Echt. Ik zeg baas. Ze kan echt heel goed leren. Kun je zeggen baas? Ze is heel leergierig ook. En ze is strijdlustig. Ja, en als zij ergens voor gaat, dan gaat ze er ook echt voor, zeg maar. Totdat het haar lukt. Dat is Lucilla. Lucilla, kun je zeggen bazen? Dat is Lucilla. Je begint ook echt. Wat is het? Dat je is goed. Koud? Zeg maar bazen. Koud kan. IJs. Koud. IJs. Man, weet je wat ik doe? Fries kan ook. Fries. Ben je motorboot dan meer? Niet veel zin in spelen. Gezellig, jongens. Mac. Nou, ik weet niet of jullie het allemaal leuk vinden. Ik was ook vinden. Maar we gaan even verder met het spelletje. Ja, mam. Kijk, mam. Och, manneke. Nee, maar we gaan naar mam. Manneke wordt een beetje mooi. We gaan naar mam. Papa, je moet drinken met mama. Zomaar iets. Je moet dit opdoen. Och, zullen we knuffelen. Ja. Gaan we even drinken? Oké. Och, stoel. Je hebt hem helemaal niet goed.
wat doen ze daar? Dat is een spelletje spelen. Zie je dat? Oh, Woesem Schub. Oh, ja! Zo, wat een bel, ouwe. Wat een bel. Wat een baas. Bing. Wat een baas. Kaas voor de? Baas. Ja, spelletje spelen. Oh, schatje. Ze worden een lekker schatje. Lesje, lesje. Welk spelletje gaan we nou doen, kinderen? Door een roosje. Door een roosje, Dolf. Nou, Luan die tikt het muziekje van Door een roosje erin. En dan wat is dan het moraal? We moeten het roosje vinden. De doorn. Gaan we zo wel vertellen. Kijk, Lucie mag... Nou, Lucie's. Kijk, gaan we even een doornroosje spelen. Nou, die oogjes. Gezellig. Een door naar het kasteel. En die moet dan de prinses redden. Okay. Dus ik ga beginnen. Hier staat een route op. Maar... En wie is de prins dan? Of... Deze. Oké. Okay. Begin jij maar. Dan moet je naar het kasteel toe gaan. Oh, deze was heel makkelijk. 1-0. Nou, dan moeten we hem omdraaien. Dus. Aan mij. En dan lukt het. Dat is heel moed. Dat kan zijn. Dat is weer wat jaar geleden dat ik gitaar speelde. Oké, die is nu. Hij heeft nooit gitaar gespeeld. Papa is een van de drummen. Ik ben een echte rocker. Met mijn ukulele. En ik kan er niks van. Pap, maar daar kan me ook niks schelen. Ukulele heeft 4 snaren. En dit heeft er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus eigenlijk is het gewoon een mini-gitaar. Wat vergrepen kun je dan? Ik kan de A. Dit is de A. En ik kan mijn D. D van Daniel. Oké, ik zie hem. Ik zie hem. Ik kan... De G, dit is de G. En ik kan de C. Klinkt goed hoor. En de F. Zo, dat doe ik moeilijk. Ik weet het al. Dat is de heel goed. De broer. Heel goed, Luc. Leuk dat het ook op dat kleine gitaartje kan. Ja, het is wel gewoon een speelgoed gitaartje. Dus het is niet... te vergelijken met een echte gitaar, maar het is wel een grappig dingetje. Ja. Zo, zit hij er ook even gezellig bij. Ja, denk ik. Hallo. Ja. Ik wil ook een roosje vinden. Oh, yes. Ik heb het leuks. Wat dan? Nou, ik heb een hele leuke, grappige website. Naam loten.nl, je weet het. Ja, ja. En dan kunnen we loten. En dan diegene mag dan als eerst. Oké. Okay. Heel leuk. Cool. Nee, zo. Cool. Lusjes. Lusjes vindt helemaal cool. Kijk. Het is oké. Kijk, en dan kan ik lekker. Nee, nee. Even wachten. Kijk. Och, daar is hij. Hier, en dan heet het... Naam. Loten. Huh? Nee, nu wel even een leuk spelletje. En zij heeft nu een app. En in die app moet nee, je al een... Nee, het is een website. Oh, een website. Zo, en dan moet je naam... gewoon op Google. Naamloten.nl heb je. Ja. Dani. Ik heb alle namen ingetoetst. En dan hier. Start met het loten. Mm-hmm. Nou, daar komt hij, hè. Nou, en... dit wordt... Luxie mag beginnen. Grappig, hè? Ja, grappig. Ik wist niet dat het bestond. Ah, het is gewoon een website. Oh, nou ja, ze komen nog ergens achter. Nee, Luxie hier. Handig. Hoef je dus niet de jongste te doen, want dat is altijd degene die Luxie mag dan altijd beginnen. Maar ja, nu mag Luxie ook beginnen. Ja, met dit pelletje. Ja, Luxie, doe maar. Ja. Luxie mag het eerste poppetje in het doolhof zetten. Nou, even een spannend muziekje. Hij gooit hem weg. Nou jongens, en zo eindigt onze kamperen avontuur hier in de tent in onze eigen tuin. Dan gaat Daniel vanavond met Leon en Lucilla hier lekker slapen. En ik ga met de jongste zo weer lekker naar mijn eigen bed toe. Hopelijk vond je dit weer een leuke vlog, jongens. Doe natuurlijk weer even de... Duimpjes omhoog!
vergeten te abonneren. Klik op belletje en we zien jullie morgen weer in een nieuwe vlog. Bye bye. Ik maak vannacht nog wat beeldjes. Dat we hier echt liggen. Tot morgen. Zie je morgen. Mm-hmm. Zie je morgen, ja. Als je danst, boem boem mee, geniet je echt het meest. Door samen uit je dak te gaan. Doe je mee, boem boem boem, boem boem mee. Dans mee en blijf in staan.